Lieve mensen met Christel, ik ga engelenberichten doen voor jullie. Jullie kunnen een bonbonsje kiezen. Het eerste bonbonsje is deze met het groene dingetje erop. Een vierkant bonbonsje. En het tweede bonbonsje is deze. Het is meer een chocolaatje deze eigenlijk. Goed, dan ga ik zo meteen de engelenberichten erbij trekken. Tot zometeen. Lieve mensen, kijken wat voor kaart jullie hebben bij deze bonbons. Vergeet niet te liken, te abonneren op mijn kanaal. Als je het nog niet gedaan hebt. Plezier. Ik ga er nog eentje erbij pakken. Er zitten er drie, oké. Okay. Bevrijding. Innerlijke rust. Wauw. Ik denk dat een bevrijding komt ergens uit. Het geeft innerlijk rust. Dus blijf optimistisch, zou ik zeggen. Ga even de bevrijding lezen. Misschien ook wel de innerlijke rust. Het zijn toch kleine stukjes, dus ik... Als u zich op dit moment gefrustreerd voelt door een gebrek aan actie en stagnerende energie in uw leven, is het misschien tijd om uw behoefte aan een aantal van uw materiële bezittingen te heroverwegen. Soms hebben we de neiging om ons te richten op het verzamelen van nog steeds meer spullen, om een leegte in onszelf te vullen of te vermijden om onze ware gevoelens te kijken, naar onze eigen gevoelens te kijken. Uw huis opruimen en u minder laten afleiden door materiële bezittingen kan ongelooflijk bevrijdend zijn en stelt u in staat om belangrijke veranderingen in uw leven aan te brengen voor uw eigen welzijn. Ik bevrijd mezelf van een afhankelijkheid van materiële voorwerpen in mijn leven. Ik bevrijd mezelf van verbeterde energiestroom in mijn leven door rommel op te ruimen. Dus bevrijden van spullen. Dat zou ook innerlijke rust geven, maar misschien ook wel ergens anders van bevrijden. Heb ik het gevoel hoor. Iets wat jou stagneert. Maar ja, ik ben ook een beetje aan het opruimen. Gisteren heb ik een heleboel boeken naar zo'n boekenkast gebracht. Er staat bij ons bij de Albert Heijn. Hij was ontzettend vol dit keer, die boekenkast. Normaal helemaal niet, maar het past er maar net in. Ja... Dus ik ben ook al een poosje bezig om spullen op te ruimen eigenlijk. Innerlijke rust. Nou, dat zou ook fijn zijn hè, als je dat krijgt. Vertrouw op dat alles precies is zoals het moet zijn. Zelfs als het lijkt dat chaos regeert. Soms kan het een uitdaging zijn om kalm en gericht te blijven midden in een conflict of stressvolle situatie. Maar u wordt op deze momenten begeleid om naar binnen te kijken. Probeer de balans en vrede in uzelf vast te houden. En u zult merken dat het een grote invloed heeft op de externe realiteit. In tijden van stress of conflicten richt ik mij op het creëren van een plek vol kalmte en balans in mezelf. Mijn innerlijke wereld creëert mijn realiteit. Ik vraag het universum om hulp om me zo te begeleiden en te verlichten dat ik mijn gedachten en emoties onder controle kan houden. Ik ben rustig. Ja, en ik zie toch hier toch wel een deur open gaan. Een verlichte deur. Laten we kijken. Ik heb nog meer kaartjes hier. Guardian Angel cards. Prayers. Ja, dear guardian angel, dus lieve guardian angel, hè. Ik bid tot jou wanneer ik bang ben om me te helpen dat alleen liefde echt is. Wanneer ik ben verloren, help mij de weg te vinden. Wanneer ik in verwarring ben, help me om duidelijkheid te krijgen. Wanneer ik me eenzaam voel, help mij... om jouw liefdevolle aanwezigheid te voelen.
Wanneer ik in chaos zit, help mij om weer orde op zaken te stellen. Dank je wel. Dus misschien zit je een beetje in chaos, hè? Moet je ook opruimen. Verlang je naar die innerlijke rust? Nou, komt weer vrede. Ja, doe even je gedachten rustig houden. Naar die rustige gevoelens, hè, de vredevolle gevoelens in je hart. Ja, de ebb en flow van de liefde, hè, voel die. De beweging van de sterren. Ja, het leven gaat meer zich meer ontvouwen in grotere sferen of van liefde. Relax. Maak je geen zorgen over niks. Want alles is goed. Je gaat gauw een tijd in waar je heel veel vrede krijgt en dat heb je verdiend. Ja, innerlijke rust, hè? Ja, en vrede. En door die deur. En bevrijden van alles. En omarm het ook, hè? En maak veel plezier in je leven. Ik ga er nog één doen. Alweer een prayer. Dat is een ander gebed. Oké. Ja, help me te herinneren dat het leven is als een droom. Help me te herinneren dat God bestaat, de beschermengelen bestaat in iedereen en alles. Help mij om te herinneren dat liefde er overal is en alles een illusie is en liefde telt natuurlijk, hè? Ja, ster, geloof in jezelf. Je bent een wonder van creatie. Was alles weg, alle angsten en ontdek dat je een schijnende ster bent. Ja, omarm alles, dat alles om je heen. Ja, in ieder geval, laat dingen gaan. Laat de controle los. Want de licht van je ziel wil jou naar de liefde brengen. Sterren worden geboren door een explosie van liefde, staat hier. Liefde verlicht alle dingen. Vergeet niet dat je werkelijk een stralende ster bent. Dus je bent een wonder van creëren, dus je kan waarschijnlijk dingen creëren door je gedachtegangen. Je zit nog wel een beetje in angst. Maar jij bent die stralende ster. Dus laat gaan dingen die jij wilt proberen onder controle te houden. Ja, dat is niet zo goed, hè? Dus je moet eigenlijk de controle durven loslaten, meegaan met de flow. Ja, misschien wel word jij begeleid naar de liefde. Your soul will guide you always towards love, naar de liefde toe. Dus jouw ziel wil je altijd naar de liefde begeleiden. Dus ja, je bent een schijnende ster. Je bent gewoon een schijnende ster. En wat zou het heerlijk zijn, die innerlijke rust, hè? Velen verlangen daarna. En naar bevrijding.
bevrijding van oude rommel die op mag ruimen. Situaties, maar ook spullen misschien. En misschien bevrijding om innerlijke rust te krijgen of uit een situatie. Dus ja, mooi. Dus probeer niet te laat de controle los. En dat is de boodschap. Dan gaan we naar de volgende kaarten. Tot zometeen. Oké, mensen van dit chocolaatje of bonbonsje. Kijk wat voor kaart er voor jullie uit mogen komen van de helende kracht van engelen. Hoge denken. Echt die trap omhoog naar het licht. Innerlijk kind. Troost. Nou, hoge denken. Ik pak het boekje erbij. Je engelen willen je troosten, dat is een ding wat zeker is. Misschien ook andere mensen om je heen. In momenten van duisternis, hoger denken, en wanhoop is een besluit om ons gedachten op te heffen naar een hoge positieve plek voldoende om ons beter te laten voelen. Eenvoudige daden zoals het gezelschap van een oude vriend opzoeken of een wandeling maken in de natuur kunnen vaak helpen om ons uit het negatieve perspectief te halen, waardoor we een gunstige positie krijgen van waaruit we de huidige situatie kunnen bekijken. Dus ja, je zit misschien een beetje in de put af en toe, dus een beetje wanhoop. Maar je moet eigenlijk, ja, probeer die trap op te blijven gaan naar dat licht, hè? Ja, misschien meer afleiding zoeken, hè? Ook in de natuur. Ook je innerlijk kind mag geheeld worden, hè? Dat is ook in de natuur, hè? Met de vogeltjes hier allemaal. En dan zal ik nog even de troost lezen. Je wordt geholpen, misschien door vrienden, door engelen. Er is iemand die je wil troosten. Misschien een hele goede vriend of vriendin. Vind troost in de wetenschap dat de goddelijke aanwezigheid in uw leven is die u altijd begeleidt. Er is geen reden voor angst. Vertrouw op de begeleiding van uw engelenhelpers en geef uw zorgen aan hen. Weet dat alles precies zo zal gaan als is bedoeld in het algemeen belang. Ik laat mijn angst los, want de goddelijke aanwezigheid troost mij. Ik geef mezelf vol vertrouwen over aan deze aanwezigheid. Ik laat alle zorgen los en kies ervoor om te ontspannen. Ik word omgeven door een welzijn en getroost door de wetenschap dat ik nooit alleen ben. Misschien voel je wel een beetje alleen. Maar je bent eigenlijk nooit alleen, hè? Er zijn altijd engelen bij je. Nou, kijken wat er nog meer komt. Schuldig. Ja, je voelt je erg schuldig over. En je bent echt wel deze liefde waard, hè? Als in het algemeen de liefde, maar misschien ook de liefde van een bepaald iemand in je leven. Misschien heb je iets gefaald om te doen van je zielendoel. Maar er is geen goed of slecht. Elke ervaring in je leven is hier om jou te helpen, om meer bewustwording te krijgen, ook van in de liefde, zodat jij deze grotere sferen van wijsheid mag ja, bewonderen en omarmen. Je hebt niks verkeerd gedaan. Dus misschien voel je je ergens schuldig op, maar je hebt niks verkeerd gedaan. Dromen. Ja, er is een hele mooie tijd om te helen. Positieve
transformatie. Omarmen het leven op elk moment. En hou je gefocust op je dromen. Blijf puur in je visie. En dat zal je naar succes brengen. Alles waar je wenst, voor je voor wenst. En het lijkt een verre afstand, dromen, van zal die dromen uitkomen, wat ik wens, is about to manifest. Dat gaat zich dus manifesteren. Nou, prayers. Dear guardian angel, lieve beschermengel, tot jou bid ik. Als ik angstig ben, help mij om te herinneren dat alleen liefde echt is. Wanneer ik me verloren voel, help mij om de weg te vinden. Wanneer ik in verwarring ben, help mij om duidelijkheid te krijgen. Wanneer ik me eenzaam voel, help mij om jouw liefdevolle omarming te voelen, aanwezigheid te voelen, kijk maar. Als ik chaos heb, help mij om weer op orde te komen. Dat alles weer goed loopt. Dank je wel. Nog één kaartje. Vertrouwen. Ja, alles gaat zich ontvouwen op perfect timing, hè? Perfecte timing. Focus alleen op de liefde. Je bent één met wat het goddelijke wil. De wens van het goddelijke. Dus het goddelijke wil dit ook. Focus dus op liefde. En je ware verlangens. En dat zal zich manifesteren op de meest perfecte moment. Wees geduldig. Ik, je guardian angel. Ik, je beschermengel. I am watching over you. Dus jouw beschermengel, die houdt je altijd in de gaten. Die kijkt naar jou, beschermt jou. En troost jou. Je bent niet alleen. En je hoeft je niet schuldig te voelen. Dus blijf positief, hè? Ook al duurt het lang. Het duurt soms heel lang bepaalde situaties. Ja, tijd om een innerlijke kind ook te laten helen. En denk hoog. Denk hoog dat het gewoon komt. Waar je naar verlangt. In ieder geval dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!